Steve Kolpaert, we winnen met 0-4 op Brussels. Wat voor een gevoel heeft dat voor een kapitein? Ja, tevredenheid, hè. Zeker en vast. Je weet dat je hier tegen een ploeg komt spelen die 24 op 24 heeft en een heel sterke thuisreputatie heeft. En als je de match kan beginnen en heel snel op 0-2 komt, dan zit je een beetje in een zetel. En kan je de match, redelijk makkelijk uitspelen. Ja, in de eerste helft scoren we al direct 2 doelpunten. Maar toch stond de defensie van Antwerpen onder een beetje druk bij momenten. Ja, je weet het. Hè. Je kan moeilijk voetballen op dit veld. Dus je kan er heel moeilijk uitkomen. Je kan maar de ballen eigenlijk wegtrappen. En je komt altijd weer steeds onder druk. Het was heel moeilijk voetballen. En van achteruit kan je dan eigenlijk moeilijk uitvoetballen. En dan komen de ballen heel snel terug. Maar daarna hebben we toch vandaag een heel sterke Koundimbana. Die een paar fantastische reddingen doet. Dan blijft iedereen wel scherp. En dan weet je dat je toch tegen een goede ploeg speelt vandaag. Maar al bij al hebben we twee helft eigenlijk weinig tot niks niet meer weggegeven. En hebben we die match toch heel goed uitgespeeld. Ja, er waren ook weer heel veel supporters meegereisd. Waren zij belangrijk voor dat tikkeltje extra te geven in deze topmatch? Ja, fantastisch eigenlijk dat ze in de andere tribune mochten plaatsnemen, denk ik. Want anders is het hier boven in de hoek, omdat ik het hier een beetje ken op Molenbeek. Dus toch wel fantastisch dat ze weer massaal naar ons komen kijken zijn en ons gesteund hebben vandaag. Ja, jullie lopen nu ook uit in het klassement na puntenverlies van Eupen en Tubeke. Leeft dat in de spelersgroep? Ja, natuurlijk. Iedereen kijkt wel naar het klassement en iedereen kijkt wel naar de scores. Dus het is belangrijk dat wij winnen. Dat is het allerbelangrijkste. Match per match blijven spelen en winnen. Maar ik zeg het, we gaan tot op het einde en moeten strijden. Want elke wedstrijd in tweede is een vechtpartij. Is echt altijd moeilijk tegen wie dat het ook is. En wij gaan gewoon ons spel moeten spelen en heel gefocust elke wedstrijd moeten aanvatten. Oké, dankjewel. Veel plezier.